dames en heren, goedenavond. Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen. En u hebt het vorige week al gezien. Met dat beginsel hebben heel wat mensen moeite. Niet alleen u, maar ook deskundigen. Juristen die hun tanden stuk bijten op rechten en wetten. Zeker als het erom gaat uitspraken van rechters te doorgronden. Rechters die natuurlijk in hun afwegingen wetsartikelen als uitgangspunt nemen. Maar vaak ook naar eigen inzicht oordelen. Omdat wetten niet altijd zijn geschreven voor alle omstandigheden die zich in bepaalde conflicten kunnen voordoen. Dan oordeelt een rechter, met name in het civielrecht, naar redelijkheid en billijkheid. En daarmee komen we terecht in een schemergebied. Of dat vanavond ook zo is, gaat u straks zien. Zeker als u via de telefoon aan dit programma meedoet. Dan. Gisteren hoorde u de heer van der Zwan spreken over 3100 dossiers van bijstandsgerechtigden die allemaal niet kloppen. Vanavond één daarvan, met hele nare gevolgen. En tot slot van deze opening, ik dank u voor de erg aardige reacties naar aanleiding van de eerste uitzending. Ik ga u zo voorstellen aan alle betrokkenen hier in de studio. De regels nog eens uitleggen van het spel. Waardoor u na vanavond terecht kunt komen in een VN-hotel of in een politiecel. En ik wijs u alvast op ons telefoonnummer. Waarmee u vanaf dit moment vragen op juridisch terrein kunt voorleggen aan de deskundigen. En waarvan er enkele aan het slot van dit programma worden behandeld. 06-300-444. Maar nu eerst een overzicht van een weekje recht, onrecht en handelingen van mensen die geacht werden de wet te kennen, maar daar toch op stuk liepen. Een vingerafdruk is volgens de Telegraaf geen afdoende bewijs meer om een verdachte achter tralies te krijgen. De Rotterdamse politierechter sprak een Fransman vrij die verdacht werd van het plegen van een inbraak. De politie vond een vingerafdruk van de man, maar volgens een advocaat kon die vingerafdruk een vervalsing zijn. De uitspraak van de politierechter kan grote gevolgen hebben. Tot voor kort was het aantreffen van een vingerafdruk betekende per definitie dat iemand daar geweest was. Als zoals nu niet kan worden uitgesloten dat dat door andere middelen daar gekomen is, dan betekent dat dat bewijsmiddel toch een behoorlijke klap heeft opgelopen. Een 45-jarige Nijmegenaar die verdacht werd van verkrachting verscheen volgens de Gelderlander tijdens de rechtszaak met een t-shirt met de tekst: je bent pas een vent als je met je potlood vent. De man werd veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf in plaats van 4,5. Omdat de rechter vond dat het de Nijmegenaar ontbrak aan inzicht in de ernst van zijn daden. Twee Duitsers die op weg waren naar een gemaskerd bal hebben de Oldenzaalse politie handenvol werk bezorgd. De man en de vrouw hadden zich verkleed als mummie en Arabische schone. Oldenzaalse automobilisten waarschuwden direct de politie. Die sloeg groot alarm en zette de achtervolging in. De Duitsers mochten doorrijden op voorwaarde dat ze zich eerst zouden omkleden. Een Rotterdamse rechercheur die zich ergerde aan het cellentekort heeft onlangs de boete van een arrestant voldaan om zo ruimte te maken voor een verdachte. De man zat in de cel omdat hij een geldboete van 35 gulden niet kon betalen. Volgens de Rotterdamse politie krijgt de rechercheur deze week zijn geld terug van de arrestant. Volgens de Alkmaarse Courant heeft een van de gevangenen die vorige week uit het huis van bewaring in Alkmaar ontsnapten, officier van justitie Josephus Jitta, met de dood bedreigd. De man beschuldigt de officier ervan te hebben samengespannen met andere criminelen om hem achter de tralies te krijgen. De gevangene ontsnapte donderdagavond samen met 5 medegevangenen. De volgende dag al werden 3 van de 6 weer opgepakt. Het andere drietal is nog steeds op vrije voeten. De Feyenoorder Ulrich van Gobbel is door de politierechter in Breda veroordeeld wegens verboden wapenbezit. De politie vond in januari een ploertendoder in zijn auto. Van Gobbel, die in opspraak kwam door een vechtpartij tijdens de voetbalwedstrijd Den Helder-Feyenoord, verscheen niet bij de zitting omdat hij met zijn ploeg in IJsland is. De Feyenoorder kreeg een geldboete van 400 gulden. Een 24-jarige Rotterdammer bezorgde de Rotterdamse politie volgens de Telegraaf heel wat overuren. De man werd op 1 dag 3 keer opgepakt voor diefstal. De Rotterdammer werd 2 keer, na het opmaken van een procesverbaal, weer op vrije voeten gesteld. Na de 3e keer legden de agenten het verband met de 2 eerdere diefstallen en zetten de man achter tralies. De 38-jarige junk en gevangene Jan Bezemer eist volgens de Volkskrant in kort geding dat hij opgesloten blijft, zodat hij kan afkicken. Bezemer is bang dat hij voortijdig wordt vrijgelaten vanwege het cellentekort. Hij eist 10.000 gulden voor elke dag die hij eerder dan de 30 dagen voor arrest wordt vrijgelaten. Bezemer begrijpt wel dat een officier van justitie liever een moordenaar dan een drugsverslaafde opsluit. Van de ene kant wel, maar van de andere kant zeg ik, ja, als ze hem telkens weer loslaten, dan heb je kans dat hij drugsverslaafd en dadelijk ook een moordenaar wordt. Want vergeet niet, als je echt helemaal aan de grond zit, dan ben je tot alles in staat om aan de heroïne te komen. De uitspraak van het kort geding is op 22 september.
Sociale diensten moeten meer en beter gaan controleren, is de conclusie van een onderzoek naar bijstandsfraude. In Emmen gebeurt dat al. Daar leeft een vrouw al anderhalf jaar in erbarmelijke omstandigheden, omdat de sociale dienst haar uitkering afnam. De dienst beweert dat zij een partner heeft. De vrouw moet nu haar huis uit. En op die laatste zaak kom ik straks uitvoerig terug in een gesprek met het hoofd van de sociale dienst in Emmen, de heer Douwstra, en de advocaat van de mevrouw over wie het gaat, de heer Dekens. Wie zijn de deskundigen vanavond die met u samen 5 lastige vragen gaat beantwoorden? Ik ga ze aan u voorstellen en let u op, het zijn de mensen waarmee u straks vanuit de huiskamer de strijd aanbindt. Het panel van juristen bestaat net zoals vorige week uit een rechter, een advocaat en een andersoortige jurist, maar het zijn andere personen. Meneer Visser, we spraken al even in de pauze van de voetbalwedstrijd. Voor de mensen die het niet hebben gezien, u bent kantonrechter in Zaandam, maar ook politierechter. In de vragen van vanavond staan beide uitspraken van beide rechters centraal. Waar voelt u zich het meest door aangesproken? Ik denk dat ik heb geen bijzondere voorkeur. Voelt zich overal even goed in? ik denk dat het allemaal even interessant is, laat ik het zo zeggen. Ja. Meneer Koster, u bent advocaat in welke plaats? In Maastricht. U werkt zelfstandig bij een advocatenkantoor? In een kantoor met 10 man. Met 10 man. Bij advocaten ben ik altijd geïnteresseerd in de aardigste, meest spectaculaire zaak die ze hebben gehad. Of de zaak die u misschien zelf het meest hebt gedaan of heeft aangesproken. Ja, elk advocaat maakt heel vaak heel leuke zaken mee, net als een rechter of een officier van justitie. Een zaak die mij bijzonder heeft aangesproken, dat is een jonge man geweest van 17 jaar. Die zat op het MTS en die ging in de vakantie vakantiewerk doen. Hij kwam in een fabriek terecht en daar kreeg hij op een gegeven moment te maken met een hele gevaarlijke machine met messen. En op een gegeven moment gebeurde wat u al denkt dat gebeurde. Er werden 3 vingertoppen van zijn hand afgesneden door die machine. Consternatie lom. Hij naar het ziekenhuis met die vingertoppen. 2 daarvan zijn na 12 uur opereren nog aangenaaid. De ringvinger niet meer. En een paar dagen later werd ik door de moeder van die jongen opgebeld. Die zei, ja meneer Koster, er gebeurt helemaal niks. Ik zeg, er gebeurt niks. De arbeidsinspectie is er niet gewaarschuwd. Nee, ik weet van niks. Nou, arbeidsinspectie gewaarschuwd. Die is naar de fabriek gegaan, is daar gaan kijken. De inspecteur gaat bekijken. En op een gegeven moment zegt de inspecteur, wat is er nu gebeurd? En die chef van de werkvloer zegt, dat is een hele veilige machine. Er is nooit iets gebeurd met die machine, al 17 jaar niet. En ja, doe die eens voor wat er gebeurd is met die machine. Nou, en kijk, zo heeft die jongen dat gedaan. Maar er is nooit iets mee gebeurd. En vervolgens raakt hij zelf een vinger kwijt. Ach. Ook naar het ziekenhuis vervoerd en ook vinger aangenaaid. Een afschuwelijke zaak. Toen de jongen zat bij zijn bed en toen, ja, toen hij uit de narcose bijkwam, zijn ze allebei in lachen uitgebarsten. En daar moest u later voor, ja, voor optreden. Ja. Uw specialisatie is overigens merkenrecht en portretrecht, hè? Ja, auteursrecht. Auteursrecht. Ja. Meneer Van Heek, u bent jurist, dus behoort u nog meer dan wij de wet te kennen. U was belastinginspecteur, nu adviseur. Waar is dat? Ik ben belastingadviseur in Zwolle. Bij een jurist, een fiscaal jurist, denk je al gauw aan iemand die van een heel andere planeet komt. Het gaat over zulke volstrekt ingewikkelde zaken. Voelt u zich ook sterk in eenvoudige juridische procedures? Nou, dat zal moeten blijken, maar na de uitzending van vorige week gezien te hebben, als dat in dezelfde lijn ligt ongeveer, dan denk ik dat is toch wel een heel ander rechtsgebied. En zo zijn er dus veel verschillende juristen, dat wordt dan weer eens duidelijk, dan het rechtsgebied waar ik mij zeg maar min of meer dagelijks mee bezig houd. Misschien komt het nog aan het eind van de uitzending, wanneer de gelegenheid is voor telefoontjes. Misschien fiscale vragen, dan kunt u zich maximaal uitleven. En dan, net zoals vorige week, u ziet haar hier, mevrouw Hessing. Ze is in deze programma's de G4 en het dagelijks leven is advocaat in Amsterdam. Mevrouw, mijn heren, ik heet u allemaal hartelijk welkom. Dames en heren, u weet wat er straks op het spel staat. Er worden 5 vragen gesteld en we gaan na wie de meeste goede antwoorden geeft. De juristen hier of u thuis. De consequenties zijn als volgt. Indien de kijkers thuis winnen, ontvangt een van de opbellers met een goed antwoord een lang weekend in een echt VVN-hotel. Maar verliezen de opbellers van de juristen hier in de studio, dan zal een van de opbellers nog deze week zich dienen te melden bij een politiecel om daar maximaal 24 uur te verblijven. Een soort van overeenkomst tussen ons. Belt u op, dan kan het dus twee kanten uit. Het hotel of de cel. Vorige week
verloren de kijkers, zij het nipt. En de heer Van den Berg, die dat lot trof, was zo sportief zich zaterdag jongsleden bij de politie te melden voor eenzame opsluiting gedurende 24 uur. Reportage zag u al eerder op de avond en ook het resultaat. De heer Van den Berg gaf het daar een paar uur op. Hij was niet bestand tegen de isolatie en smeekte om de cel weer te mogen verlaten. Nou, bij ons kan dat natuurlijk, maar de mensen die dit in werkelijkheid overkomt, hebben geen keus. Mochten de kijkers vanavond weer verliezen en een van hen dient zich te melden in de politiecel, dan weet u dat het allerminst een pretje is. Laten we afspreken dat degene die het het langst volhoudt, met een maximum van 24 uur aan het slot van deze reeks programma's als compensatie alsnog dat weekend in een verwenhotel krijgt aangeboden. We maken ons op voor de vragen in een spel dat we noemen De Waarheid en Niets dan De Waarheid. De vragen, want ik verwacht de beelden, maar die blijven uit. U hoorde alvast vooruitlopende muziek, maar dat schiet op. Want de juristen hier wil ik allereerst nog even verzoeken niet te spieken. U thuis wel natuurlijk. U kunt zelfs uitvoerig over de antwoorden van gedachten wisselen voordat u straks opbelt. Onthoudt u de nummers van de vragen in ieder geval goed. Want als u straks contact krijgt met ons, dient u als eerste te zeggen op welke vraag uw antwoord betrekking heeft. Hier komt de eerste vraag. Mevrouw Hendricks zond graag in haar achtertuin, maar voelt zich begluurd door haar buurman, meneer Donkelaar, die een metershoog duivenhok in zijn achtertuin heeft. Dat hok is veel hoger dan het gemeentelijke bestemmingsplan toestaat, maar het staat er al 10 jaar zonder vergunning. De gemeente, politie en de buren zien dat ook al 10 jaar door de vingers. Totdat mevrouw Hendricks genoeg krijgt van het gluren van meneer Donkelaar. Ze verhoogt plotseling haar schutting ook tot boven de toegestane hoogte en vraagt eveneens geen vergunning aan. Dat vieze kereltje, dat niet meer kan kijken. Dus haar buurman pikt dat niet en breekt eigenhandig haar schutting af. Mevrouw Hendricks stapt naar de rechter en eist dat haar buurman haar schutting zonder bouwvergunning weer moet opbouwen. Wat besloot de president van de rechtbank in Breda? Vraag 1. Moet de buurman van de rechter in Breda de schutting van zijn buurvrouw weer opbouwen, ook al heeft de buurvrouw daarvoor helemaal geen bouwvergunning die wel vereist is? Wat besloot de rechter? Ja of nee? Als u wilt bellen, 06300444. En dan zegt u vraag 1, ja of nee. En gaat het u te snel straks voor de vragen nog eens samengevat herhaalt. Kijkt u naar vraag 2. Meneer Hubers huurt voor de periode van 10 jaar een bedrijfsruimte voor 150.000 gulden per jaar. In het huurcontract staat dat Hubers na die 10 jaar het contract mag verlengen met 5 jaar tegen dezelfde huurprijs, 150.000 gulden per jaar. Die zekerheid heeft Hubers ook nodig vanwege kostbare investeringen in de bedrijfsruimte. Hubers wil na de 10 jaar nog eens 5 jaar huren, maar nu gaat de verhuurder, meneer Zwart, moeilijk doen. Hij verhoogt de huurprijs opeens met 330.000 gulden tot 480.000 gulden. En stapt naar de kantonrechter met het verzoek tot huurverhoging. Al dus vraag 2. Mag de verhuurder de huur van de bedrijfsruimte met 330.000 gulden per jaar verhogen, terwijl beide partijen dat in een contract wel bewust hebben uitgesloten? En deze zaak diende voor de kantonrechter in Meppel. Wat zegt de rechter? Huurverhoging met 330.000 gulden ondanks contract, ja of nee? Laten we gaan kijken naar opgave 3. Verbeek gaat op vakantie met het vliegtuig. Hij heeft een videokoffer bij zich met daarin een videocamera, 2 horloges en een gouden armband. Op het vliegveld checkt hij de videokoffer samen met een gewone koffer in als bagage voor het laadruim. Verder heeft hij ook nog gewone handbagage. Alsjeblieft. Oké, bedankt. Gaat die reis? Oké, bedankt. Op zijn vakantiebestemming wacht Verbeek tevergeefs op zijn videokoffer die niet meer boven water komt. Hij spreekt zijn verzekeraar aan, bij wie Verbeek voor zijn vakantie een reisverzekering heeft afgesloten. De verzekeraar wil niet betalen, want Verbeek had zijn videokoffer maar als handbagage moeten meenemen. Verbeek liet zijn zaak voor de rechtbank in Amsterdam voorkomen. Wat besloot die rechter? De vraag zelf is eenvoudig, maar is het antwoord dat ook? Moet de verzekeraar een gestolen videocamera vergoeden die niet als handbagage is meegenomen, maar via de incheckbalie is afgegeven voor het vrachtruim? De rechtbank in Amsterdam kreeg dit probleem voorgelegd. Wat besloot de rechter daar? Moet de verzekeraar betalen, ja of nee? Kijkt u naar opgave 4. Een automobilist heeft te veel gedronken, wordt aangehouden, maar het komt toch niet tot een bloedproef. De Bruin wordt door de politie stomdronken uit zijn auto gehaald en meegenomen naar het politiebureau.
Daar wordt hem toestemming gevraagd om mee te doen aan een bloedonderzoek. Maar de Bruin is te dronken om die vraag te begrijpen. En er komt geen bloedproef. Luister eens, meneer, ik vorder van u dat u zich onderwerpt aan een bloedproef. Mag weg. Weigering van de bloedproef wordt door de Wegenverkeerswet strafbaar gesteld. En de rechter veroordeelt de Bruin dan ook omdat hij geen medewerking heeft gegeven. Dat was de vierde opgave. Iemand wordt veroordeeld voor het misdrijf, want dat is het, dat hij geen bloedproef heeft ondergaan. Hij was te dronken om het bevel van die bloedproef te begrijpen. De veroordeelde pikte dat niet en zocht steun bij de Hoge Raad. Wat besliste de Hoge Raad? Is de man terecht veroordeeld, ja of nee? En dan tot slot een vraag over een jongen die aan de sichelzaag een deel van zijn hand verloor. 15-jarige Gerard de Vries wil als vakantiehulpje bij een houthandel werken. Zijn vader vindt dat prima, maar wil eerst zien waar zijn zoon komt te werken. Hij bekijkt de werkplaats en geeft zijn zoon toestemming om daar te werken. Gerard gaat aan de slag, maar na een paar dagen voltrekt zich een drama. Als hij zijn baas helpt bij de cirkelzaag, wordt zijn linkerhand door het zaagblad afgezaagd. De baas krijgt 100 gulden boete wegens overtreding van het arbeidsbesluit jeugdigen en daarmee is de zaak afgedaan. Gerard herstelt, maar moet wel voor altijd zijn hand missen. Toch gaat hij weer aan het werk bij de houthandel. 2 jaar na het ongeluk stapt de vader van Gerard opeens naar de rechter en eist schadevergoeding voor zijn zoon. De rechtbank in Zwolle deed uitspraak. En dat was tot slot vraag 5. Samengevat, de jongen verloor een hand onder de zegelzaag en kende de rechter in Zwolle ja of nee een schadevergoeding toe. Dat waren de vragen, dames en heren. Ik zal ze straks nog even samenvatten. Als u wilt bellen met uw antwoorden, dan staat daar het volgende telefoonnummer voor open. 06-300-444. De juristen gaan nu aan de slag. Ik verzoek u geen overleg met elkaar te voeren, nog te spieken. Noteer uw antwoord op de voor u liggende kaartjes. De bode zal straks ze bij u ophalen en overhandigen aan de griffier. Dames en heren, minuut of 10 bedenktijd nu voor iedereen. Veel succes met uw gevoel voor wat rechtvaardig is of wat de wet ons voorschrijft. Tot zometeen aan de telefoon. Dames en heren, u zag het al aan het slot van ons weekoverzicht. In Emmen bestaat er een behoorlijke controverse tussen de sociale dienst en een mevrouw die geen uitkering meer krijgt, omdat ze ervan wordt verdacht een kostganger in huis te hebben. En dat laatste zou ze niet hebben opgegeven. En geen uitkering betekent normaal gesproken geen inkomen. En geen inkomen wil zeggen dat de huur niet meer kan worden betaald. Als de huur niet wordt betaald, zegt de verhuurder, verlaat u dan maar de woning. Kort gezegd, komt het daarop neer. En als je dan ook nog het rapport van de heer Van der Zwan over je heen krijgt, lijkt iedere toekomst afwezig. Hugo van Rijn nam vandaag polshoogte bij sociale diensten en ging ook naar de vrouw die deze maand haar huis uit moet. Ja, je zult maar bij de sociale dienst werken. Volgens het rapport van der Zwan maak je er een janboel van. De kater bij de ambtenaren. Vanmorgen in Apeldoorn. Ja, dat is wel schrikken. Niet alleen de Kamer schrikt, maar je schrikt zelf ook, denk ik, van het rapport. En het lijkt wel of je 10 jaar van niks hebt zitten te werken. Nou, ik denk dat iedereen die werkt wel eens fouten maakt. Daar kun je gewoon niet omheen. Maar dat er zoveel fout is, dat alles fout is, nou, dat geloof ik gewoon niet. Ik ben zelf door het onderzoeksbureau van de commissie van de Zwam geïnterviewd. En daarbij kreeg ik de indruk dat ze een ideaalbeeld hebben van een organisatie. En die lijkt meer op een schroefjefabriek dan op een gemeentelijke sociale dienst. Die werkt met mensen. Mensen komen hier een uitkering aanvragen. En ieder mens is uniek en heeft daarin zijn eigen problemen. En die kun je niet met een bepaald percentage afval regelen. Ja, en dan moet ik toch eerlijk zeggen dat ik heel stellig de indruk heb dat wij het hier bij de Sociaal Dienst Apeldoorn vrij goed doen. Dus de collega's in andere steden maken er een potje van? Nou, dat durf ik niet zo keihard te stellen, uiteraard. Wij doen het als ambtenaren niet goed. De burger die wordt min of meer beschuldigd van frauderen. Dus je zou dan kunnen stellen dat je dan al wantrouwend tegenover elkaar gaat zitten. Hè, bij lijkt me niet leuk voor de toekomst. De toekomst is denk ik afhankelijk van wat er echt voor concrete maatregelen uit voort zullen komen. Fraude voor 100% uitbannen is een fictie. Wat dat betreft zijn mensen altijd slimmer dan de wetgeving is. Slotconclusie van de commissie van der Zwan: ambtenaren moeten meer en beter controleren. Maar als ze dat doen, dan komen er weer heel andere verhalen in de krant.
zoals deze week, een verhaal in Emmen. Bijna elke dag stopt de auto van meneer M. Hij wilde liever niet dat ik zijn volle naam noemde, bij het huis van Martina Wolters. Het huis waar ze over 2 weken uitgezet wordt. Ze is 40, gescheiden, analfabeet, zegt door de halve familie geschopt en geslagen te zijn. Het ene moment lacht ze, het volgende huilt ze. Al 1,5 jaar woont ze in een huis zonder licht, zonder gas, dat wil dus ook zeggen, zonder verwarming en zonder water. Hier moet ze zich wassen. De gemeente weigert haar een bijstandsuitkering te geven. Ze zou met meneer M. samenwonen. Sociale rechercheurs zagen zijn auto steeds voor haar deur staan. Dus ze woont samen, dan ook geen uitkering. De gemeente zegt gewoon, ik kom van die man. En ik kom niet van die man. En ik wil die man ook niet hebben. Ach god, zo waar is god, al de macht er is niet. Er liggen allerlei bewijzen die binnen zijn gehaald door sociale rechercheurs, dat u samen met deze vrouw leeft. Nee, ik leef niet samen met deze vrouw. Daar leef ik niet. Ik help je van alle kanten, maar ik leef niet samen met deze vrouw. Hier met 2 vingers, bom, god. Ik wil met die man niet op bed. En dan moet ik het anders krijgen. En ik wil het niet. Ik wil met die man niet op bed. Het probleem van Martina Wolters is eigenlijk dat ze kan zweren wat ze wil. Maar toen de sociale rechercheurs haar meenamen naar het politiebureau, bekende ze daar dat ze met iemand samenwoonde. Daar houdt de gemeente Emmen haar nu aan. Zo is de wet nu eenmaal. Als gast aan tafel begroet ik de heer Douwstra, hoofd van de afdeling Sociale Zaken in Emmen, en de heer Dekens, advocaat van de mevrouw om wie het conflict handelt. Allereerst, meneer Douwstra, eerst even uw reactie op het rapport van de Zwam. Geen enkel bijstandsdossier klopt. Alles is mis. Bij u in de gemeente ook? Het zal ongetwijfeld bij ons in de gemeente, naar de maatstaven die de commissie aangelegd heeft, ontzettend veel mis zijn. Ik moet zeggen dat het voor mij, voor ons als ambtenaren allemaal in het Emmense en ook in het Drentse, ik kan dan ook vanuit Divosa verband spreken voor de afdeling Drenthe, gewoon als een donderslag bij heldere hemel is binnenkomen vallen dit rapport. Het staat af van de werkelijkheid. Zou het zo kunnen zijn dat de zaak die we hier lieten zien, dat het ook een dossier is dat niet in orde is? Ik kan me dat, gelet op wat ik tot nu toe gelezen heb van het rapport van de Zwan, niet voorstellen dat dit niet deugt. Nee, maar ik heb het over het dossier van deze mevrouw. Ja. Dit deugt wel. Dit deugt wel. Goed. We hebben gezien de ellendige situatie waar ze in zit. De gemeentelijke sociale dienst zegt, zij woont samen. Zij ontkent dat nu. Lopen we niet het risico dat met dat rapport van de Zwan daarbovenop een extra werkingskracht van uw dienst uitgaat om ook degenen die betrouwbaar zijn, te goede trouw zijn, nog meer rechercheurs op het dak te gaan sturen? We lopen inderdaad het risico in de uitvoering, zoals we daar op dit moment mee bezig zijn, dat de druk vanuit de samenleving zo toeneemt dat wij nog meer sociale rechercheurs aan moeten stellen, nog meer moeten controleren. Kan die druk ook bij deze mevrouw een rol hebben gespeeld in uw ijver om aan te tonen dat daar niets in orde was? Daar is in dit geval absoluut geen sprake van. Nee, u bent er vast van overtuigd dat hier een economische eenheid is. Hier is sprake van, in wettelijke termen, een duurzame gezamenlijke huishouding, in spraakgebruik samenwoning. Ja, meneer Dekens, heeft uw cliënt volgens de bijstandswet strafbare feiten gepleegd? Dat hangt er net vanaf hoe je het bekijkt. Mijn cliënt is op een gegeven moment aangehouden, is op het politiebureau gebracht. En u hebt zelf net kunnen zien met een beller die ook in een cel gedeponeerd is, die heeft het enkele uren volgehouden. Moeten ze zich voorstellen dat je in een cel komt en je bent analfabeet, je bent op een gegeven moment ziekelijk zoals deze mevrouw, wat dat dan voor invloed heeft. Toen ik bij deze mevrouw kwam in het kader van de piketdienst, toen zat ze helemaal te schudden en te trillen. En ze wist eigenlijk helemaal niet precies wat ze verteld had. Ze had alleen maar iets verteld om eruit te komen. Ze zei, ik heb alles maar gezegd wat ik wilde. Die bekentenis van haar, die is onder druk van de omstandigheden tot stand gekomen. Onder druk van de omstandigheden, ja. Daarmee zegt u impliciet dat die economische eenheid niet heeft bestaan. Althans, mevrouw heeft dat in ieder geval niet toegegeven. Mevrouw heeft het toegegeven op papier. En dat heeft zij, voor zover zij bij machten was om een handtekening te zetten, heeft ze dat eronder gezet. Mm-hmm. Maar zij heeft niet doorgehad wat ze precies getekend heeft. Mm-hmm. Althans, dat is mijn indruk van dit geheel.
En mevrouw, zoals ik al zei, is analfabeet, weet niet precies wat ze gedaan heeft en heeft onder die omstandigheden aan handtekening gezet. Ik heb haar toen gewaarschuwd, mevrouw, dit levert straks problemen op. Want maar toen was het al gebeurd. Toen was het al gebeurd. Maar in feite eens bekend, ja. Dan heb je altijd bekend. En dat is heel moeilijk. Laten we nu er nu eens van uitgaan dat iedereen de goede trouw is. U doet dat niet zomaar. U hebt aanwijzingen. Mevrouw komt met het andere verhaal. Zit in miserabele omstandigheden. Onderkant van de samenleving. Het milieu. Rotwoorden zijn. Dat laat hij niet gebruiken. We zien dat. We kunnen daar het juiste uit proeven. Hoe komen we nu hier nu uit? Want die mevrouw moet deze week haar woning verlaten. Ze is ook met de woningstichting leeft ze al behoorlijk in onmin. Hoe komen we uit dit probleem? Hoe komt zij eruit? En denk even niet aan uw eigen probleem. Ja, nou, ik denk dat in die zin juist geformuleerd is van hoe komt zij eruit? De sleutel tot de oplossing ligt ook bij mevrouw. Maar wat mevrouw. Is die oplossing dan? De oplossing is dat mevrouw aangeeft hoe de situatie daadwerkelijk is. Is die situatie gewijzigd, dan is de bijstandswet onverkort van toepassing. Laten we er nu van alleen, uitgaan. Bij iedere nieuwe aanvraag is gebleken, ook in bezwaar en beroep is dat getoetst, dat er nog sprake is van een samenwoning. Maar het wordt gewoon ontkend. U moet dat ook op enig moment bewijzen. Maar hoe komen we hier nu uit? U zegt, het kan alleen maar als die auto niet meer voor de deur staat. Dat hoef ik. Dat is zaken waar ik helemaal niet in die zin helemaal niet op in. U zegt, als de situatie gewijzigd is. Die auto is helemaal niet bepalend, is niet belangrijk. Zo werkt dat. Geeft u de oplossing eens aan? Nou, ik denk dat het goed is dat ook eventjes stellen zien. Mevrouw Wolters zegt, ik woon niet samen. Wat we ook aandragen, we lopen steeds weer tegen die muur. U heeft toen verklaart bij de politie dat het wel zo is. Dat is het punt. En daar kom je niet op terug. En ook al zeg je dan op een gegeven moment, er is een andere situatie. Het enige wat de gemeente dan wil, is die man moet weg. Maar u hebt zelf in de beelden gezien wat voor vrouw dit is. Ik zie u nee knikken, ik onderbreek u. Wij zeggen helemaal niet dat de man weg moet, dat de vriend weg moet, dat een partner weg moet. Wij willen op een juiste wijze de bijstandswet uitvoeren ten behoeve van de klant. De klant dient dan wel de werkelijke situatie aan te geven. Voortdurend zijn er in dit geheel tegenstrijdige verklaringen en aanvragen maar zolang gedaan. Zolang er tegenstrijdige verklaringen zijn, kun je natuurlijk ook zeggen, het voordeel van de twijfel gaat uit naar mevrouw in dit geval. Wij gaan uit van de uitvoering van de bijstandswet, binnen de regels die wij gekregen hebben. En dan kunnen wij niet anders dan constateren die regels, sprake van samenwoning. Die regels worden na gisteren nog veel duidelijker. Ik hoop toch dat u beiden, want ik heb begrepen dat er toch nog een gesprek gaat komen. U als belangenbehartiger voor je mevrouw en u aan de andere kant, want u zegt dat ook niet zomaar, u hebt de zaken goed onderzocht, toch tot een oplossing komt in het belang van haar. Heren, ik dank u hartelijk voor de komst naar de studio. Daarmee rond ik het onderwerp af. Dames en heren, we pauzeren een ogenblikje voor de reclame. Ik wil nog even toch de vragen die gesteld zijn kort in herinnering roepen. Heel kort even. Moet een afgebroken schutting worden hersteld? En u weet, het ging dan om een schutting waarvoor geen bouwvergunning is. Huurverhoging met 330.000 gulden. Kan dat zomaar, volgens de rechter ook? Moet de verzekeraar een gestolen videocamera vergoeden? Een camera die niet als handbagage is meegenomen? Ja, als je te dronken bent om een bevel tot een bloedproef te begrijpen en je wordt veroordeeld, is dat terecht of niet? En een jongen verliest zijn hand onder de cirkelzaag. Krijgt hij na 2 jaar nog schadevergoeding of niet. Straks na de reclame beginnen we meteen met de beantwoording daarvan. Wie heeft meer zicht op rechtvaardigheid, wet en aansprakelijkheid? U of de juristen hier? Tot over een paar minuten. Voor uw vragen die juristen hier aan het slot van het programma zullen behandelen en waarop u een antwoord wilt hebben, denk aan juridische problemen in uw eigen omgeving en het spel De Waarheid en Niets aan de Waarheid, waarin u het thuis kunt opnemen tegen de deskundigheid van een kantonrechter, een advocaat en een fiscaal deskundige, 3 juristen. En daar beginnen we mee. De antwoorden. Mag ik de bode verzoeken de antwoorden van het panel hier te verzamelen en ze in handen te stellen van Patricia Hessing, onze griffier. Dan wil ik beginnen met het antwoord van u thuis op vraag 1. U herinnert zich, een mevrouw bouwt zonder bouwvergunning een schutting, want haar buurman heeft een te hoog duivelhok zonder vergunning en gluurt bij haar in de tuin. Die buurman breekt haar schutting af. Dat mag natuurlijk niet. En mevrouw loopt naar de rechter en eist
dat die buurman haar schutting zonder bouwvergunning weer opbouwt. Wat zei de president van de rechtbank in Den Bosch? Ja of nee? Aan de telefoon is de heer Peters uit Zevenaar. Ja. Dag meneer Peters. Goedenavond. Wat is volgens u het antwoord? Nou, ik denk dat die meneer dus die schutting weer op moet bouwen. Die moet hem weer opbouwen? Ja hoor. Dan zeg ik in ieder geval ja, meneer. Maar dat moet u even toelichten. Nou, kijk, die mevrouw heeft die schutting natuurlijk opgebouwd zonder vergunning. Maar je mag natuurlijk nooit iets afbreken wat van iemand anders is. Dat is juist. Ja. Maar het is toch wel raar dat een rechter dan, in uw opinie althans, verordenen dat er een schutting zonder bouwvergunning weer moet worden opgericht. Ja, natuurlijk, daar ben ik het best wel mee eens. Maar denkt u dan een rechter dat kan? Ja, zeker hoor. Ja. Ja? U denkt niet dat hij daar moeite mee heeft? Nee, ik geloof niet dat hij daar problemen mee heeft. Zullen we daar eens naar gaan luisteren? Want dat was uw mening, nu de deskundige over vraag 1. Mevrouw Griffier, mevrouw Essing. Ja, eens even kijken hoor. Meneer Visser heeft deze vraag met ja beantwoord. De heer Koster ook met ja. En de heer Van Heek zie ik ook met ja. Ja, alle drie ja. Dat is een grote eenstemmigheid. Laten we dan beginnen om dit bordje neer te zetten. Ik dacht dat ik met nee had antwoord. U had met nee geantwoord? De heer Visser zei nee. U hebt een kruis door de nee gezet. Ja, dat bedoelde dat betekent. Dus ja, nee, maar als een rechter een kruis zet door een nee, dat betekent dat het nee is en niet dat het ja is. Goed om te weten. Mevrouw, u bent zelf advocaat. Als u ooit bij de heer Visser staat voor het kantongerecht, dan weet u, pas op met het interpreteren van kruisjes. Maar meneer Visser, wat zegt u nu nee? U zegt dat dat niet kan? Het lijkt mij niet. Het lijkt mij niet. Ik zou er erg veel moeite mee hebben om iemand te verplichten om iets te doen wat niet mag. Ervan uitgaande dat hij inderdaad dat die schutting er zonder vergunning niet mag zijn. Ik denk dat dat niet kan. Maar meneer Van Heek, u zei ja. Ja, ik heb ja gezegd de reden eigenlijk dat, ook al zou het een schutting zijn die gebouwd is zonder bouwvergunning, dan is dat in, laten we zeggen, de verhouding tussen mevrouw en meneer in dit geval niet zo heel erg relevant. Als die schutting afgebroken moet worden, moet dat niet door meneer gebeuren, maar moet het naar mijn idee door een overheidsinstantie bepaald worden dat die schutting moet worden afgebroken. Ja, ja, ja. Nee, maar het gaat om het oprichten van een schutting zonder. Enfin, uw antwoord is duidelijk. U zegt ja. En het juiste antwoord, dat gaan we nu horen. De president van de rechtbank in Breda besliste dat mijn buurman mijn schutting weer moet opbouwen. Het antwoord is dus ja. Kijk, daar gaan we, meneer Visser, met de eerste de beste vraag. Het antwoord is ja, u hebt als team fantastisch gescoord en krijgt dus beiden een puntje, daar zit het niet in. Maar ik denk dat het voor u toch erg nuttig is om te weten hoe nou die rechter daar heeft geoordeeld. Wel, kijk, die buurman die moest dat herstellen, heeft de kantonrechter gezegd. Of de buurvrouw mag het laten doen. En dan moet de buurman die kosten betalen met een dwangsom van 250 gulden per dag tot een maximum van 10.000 gulden. Maar ja, de redenering van de rechter was als volgt. De buurman had niet mogen kiezen voor een daad van eigen richting. Wat het is, moet u zomaar eens vertellen. Er zijn voldoende wettelijke mogelijkheden om het anders aan te pakken. Nu komt het. Als de buurman zelf een overtreding is, kan die zich niet in redelijkheid beroepen op het feit dat zijn buurvrouw ook een overtreding is. Kortom, hij moet niet zeuren. Hij komt tot een wat andere opvatting. U hoeft niet te fronsen. U hebt het zo gezegd. Maar vertel nog even, een daad van eigen richting, wat is dat? Eigen rechtertje spelen. Eigen rechter spelen? Dat mag niet. Nee. Vraag 2 nu. En nu wil ik beginnen met de deskundige. In een huurcontract voor een bedrijfsruimte staat dat bij verlenging van dat contract de huur niet mag worden verhoogd. De verhuurder denkt, wat nou contract? En verhoogt de huur met 330.000 gulden per jaar. Althans, hij vraagt toestemming daarvoor aan de kantonrechter in Meppel. Wat zegt de rechter? Ja of nee, huurverhoging? Mevrouw de Griffier? Deze vraag over de huurverhoging heeft meneer Visser, en ik hoop dat ik het nu goed zeg, met nee beantwoord. De heer Koster met ja en de heer Van Heek met nee, zodat het uiteindelijke antwoord nee is. Laten we dan eerst het bordje op de juiste plaats zeggen. U zet nee. Meneer Koster, waarom wijkt u af? Ja, ik denk dat het wel kan. Dat het wel kan? Ja, dus dat die huurverhoging dus er inderdaad door kan komen. Maar in het contract staat, beide partijen zijn er overeengekomen dat daar geen sprake van is. Wat ziet u dan voor mogelijkheid om eronder uit te kunnen? In de wet staat dat 1632, ik wist het uit mijn hoofd hoor, ik heb het niet hoeven op te zoeken, ik heb het opgezocht bij Quiz uit mijn hoofd. Dat ongeacht enig anders sluitend beding de huurprijs na omkomst van stelkens 5 jaar kan worden verhoogd. Hij moet wel
en met vergelijkbare huurprijzen van bedrijfsruimte overeen kunnen stemmen. Van anderen, ja. Meneer Van Heek? Ja, misschien dat ik daar dan zelf iets anders heb toegevoegd, want het lijkt mij een onredelijke verhoging. En ik kan me bijna niet voorstellen dat dat overeenstemt met vergelijkbare bedrijfsruimte. Maar ja, dat is misschien een eigen toevoeging. Uiteindelijk heeft mijn antwoord collectief nee geluid. Zegt u in ieder geval nee. Laten we horen wat u er thuis van vindt aan de telefoon, de heer Dobbe uit Nooddorp. Ja. Dag meneer Dobbe. Goedendag. Hoe beoordeelt u die huurverhoging? Kan dat ja of nee? Ik had inderdaad ook nee. U hebt ook nee? Nee. We zetten meer. Het is een gevoel of hebt u de wet bij de hand? Nou, het is voor mij een een beetje logisch nagedacht. Ik denk ook van je hebt een contract en daar zou je aan moeten houden. En mocht er op een gegeven moment toch een regeltje in de wet zijn dat je daar onderuit kan komen, er is er volgens mij een regeling dat het maar een aantal procenten kan. En dit is zo'n gigantisch bedrag dat het volgens mij onmogelijk is. U praat over een regeltje in de wet en dat deed de heer Koster eigenlijk ook. Die noemde zelfs een wetsartikel. Nou, wat is het antwoord? Ik ben naar de kantonrechter in Meppel gestapt. De huur mag verhoogd worden. Het antwoord is dus ja. Kijk, het antwoord is ja. En dat betekent dat beide partijen geen punten hebben. En ja, nu is het heel interessant. En mijn complimenten aan uw adres, meneer Koster. Want de kantonrechter heeft die verhuurder gelijk gegeven. En zal dus die beslissing voorleggen aan de bedrijfshuuradviescommissie. Dat moet dan. Maar hij zegt bij zijn overweging het volgende. De bepalingen in het huurcontract zijn in strijd met de artikelen 1624, 1635 van het burgerlijk wetboek. En deze artikelen vormen dwingend recht. En daarom was de overeenkomst tussen beide partijen niet geldig. Het huurcontract staat niet in de weg aan vaststelling van een nieuwe huurprijs door de rechter. De rechter verklaart dus deze verhuurverhoging geldig, omdat er zoiets als dwingend recht bestaat. En dat is hiërarchisch gesproken, begrijp ik dat goed, boven welk contract dan ook. Dat bedoelde u ook, hè? Ja, meneer Koster? Ja. Ik vind het heel knap, mijn complimenten. De derde vraag. Meneer Verbeek gaf zijn videokoffer met de camera mee in het laadruimte van het vliegtuig. De koffer verdwijnt en de verzekeraar wil niet betalen. Verbeek had zijn videocamera maar als handbagage mee moeten nemen. Wat zei de rechtbank in Amsterdam? Wel uitbetalen of niet? Ja of nee? Ik begin met u thuis. De heer Top uit Groningen. Goedenavond, meneer Bon. Dag, meneer Top. Wat gaan we doen met die videorecorder als we verzekeraar zijn? Betalen of niet? De verzekeraar moet betalen. Die moet wel betalen? Ja. Dat zullen we eerst maar even noteren. En waarom dan wel? De verzekeraar moet betalen omdat meneer een reis- en bagageverzekering heeft. Ja. En het niet ter zake doende is of het nou wel of niet als handbagage zou kunnen worden vervoerd. Meneer heeft gekozen voor het vervoeren van die koffer in het laadruim van het vliegtuig. Maar dat is natuurlijk wel hartstikke stom om hem in het laadruim te stoppen. Waarom? Nou, omdat er dan zoveel mensen van het moment van vertrek tot bij aankomst aan het koffertje kunnen zitten, dat je daarmee natuurlijk een bepaald risico uitlokt, of niet? Maar daarvoor sluit je de reisverzekering. Om dat te dekken? Om dat te dekken. Goed. En dus is niet de zaken doende of het nou wel of niet handbagage zou kunnen zijn. De deskundige dan nu. Ja, meneer Bom, even kijken. De heer Koster en meneer Visser hebben deze vraag allebei met nee beantwoord. En de heer Van Heek met ja. Daar komen ze. De deskundige. Meneer Visser, nee. Ja, ik denk dat het zo is, meneer Bom. Dat als de Kamer nou niet verzekerd was, had meneer hem dan zo op de bagageband gelegd? Ik denk van niet. Ik denk dat dat zo'n beetje de redenering is. Dat vind ik een leuke redenering. Ja. Maar er is één probleem. Hij is namelijk wel verzekerd. Ja, maar het is niet de bedoeling, denk ik, nog van de verzekeraar. En het hoort ook niet de bedoeling te zijn van de verzekerde om als er een verzekering is, om dan maar te zeggen, nou, dan laat maar gaan. Je moet bedoelt, gewoon bedoelt ook zeggen dat hij de voorzichtigheid betracht. Gewone voorzichtigheid, die je voor je eigen eigendommen die onverzekerd zouden zijn, in acht zou nemen. En dat zou een maat zijn daarvoor. Ik denk het. Laten we de mening van de rechter in Amsterdam eens horen. De rechtbank in Amsterdam vond dat ik gelijk had. Het antwoord is dus ja. Ik was erg blij natuurlijk, maar er zat nog wel een staartje aan deze zaak. Goedenavond. Het antwoord is ja. Maar nu het volgende. Want daarom liet ik u ook even de zaak toelichten. In eerste instantie was het ja. En u hoorde meneer zetten en er zat een staartje in de zaak. Want er is doorgeprocedeerd in deze kwestie tot aan de Hoge Raad. En de Hoge Raad, en ik
Nou, ik denk dat u daar ooit nog wel eens terechtkomt. Het oordeel daarvan sluit naadloos aan bij wat u zo even hebt gezegd, meneer Visser. Complimenten. De videokoffer was herkenbaar als zodanig. De overwegingen niet al te groot. Had zonder bezwaar als handbagage meegenomen kunnen worden. En dit valt dus onder de normale voorzichtigheid. Dat zijn de woorden die u ook gebruikt hebt. De verzekeraar hoeft uiteindelijk niet uit te keren. Heel goed. Vraag 4. De dronken automobilist die geen bloedproef ondergaat omdat hij zo dronken is. Ja. Ik denk dat we even de tussenstand moeten bijwerken. Daar komt een puntje erbij voor de kijkers, hè? Ja. 2-1. Dat ligt voor. Spannend. Nog even naar de dronken automobilist die geen bloedproef onderging omdat hij zo dronken was dat hij zelfs daartoe het bevel niet heeft begrepen. De man werd hiervoor veroordeeld, maar er werd geprocedeerd tot de Hoge Raad. En de vraag was, is die man nou terecht veroordeeld of niet? Ja of nee? Mevrouw de Griffier, wat zeggen de deskundigen? Meneer Visser heeft deze vraag met nee beantwoord en de beide andere deskundigen met ja, zodat het uiteindelijke antwoord ja is op vraag 4. Meneer Visser heeft nee gezegd? Ja. En de andere deskundigen? Ik ga even naar de advocaat. Waarom zegt u, meneer Koster, ja? Ja, ik heb omgekeerd geredeneerd. Zei je voor dat iedereen zich stom dronken zou kunnen drinken en achter stuur zou kunnen gaan zitten en vervolgens niet veroordeeld kunnen worden omdat hij zijn wil niet had kunnen verklaren. Hij heeft zichzelf in die situatie gebracht, zeg ik. Ja, maar het gaat erom niet zozeer of hij veroordeeld wordt voor het dronken rijden, nee, voor het niet kunnen ondergaan van de bloedproef omdat hij dat bevel niet heeft begrepen. Ja, maar hij heeft zichzelf in die situatie gebracht. Ja, ja. Dat is mijn redenering. En als je nou buitenlander bent en je verstaat de taal niet? Ligt het dan anders? Het moet in verstaanbare, voor de verdachte verstaanbaar zijn. Ja. Ja, ja. Maar als je stom dronken bent, dan gaat die redenering niet op. Goed, meneer Van Heek, wat is uw... Ja, ik heb ook opgeschreven, dronkenschap lijkt mij geen, wat ik dan heb genoemd, disculpatiemogelijkheid. Met andere woorden, hij kan zich niet bevrijden van zijn schuld om door zijn eigen dronkenschap. De reden waarom ik hier ja heb geantwoord. Aan de telefoon is de heer Van Gol uit Den Bosch. Goedenavond. Dag meneer Van Gol, zeg het maar. Nou, ik heb dus nee geantwoord. Omdat ik dus denk van de man was niet in staat om de vraag te begrijpen. Ja. En daarom was hij dus ontoerekeningsvatbaar. En dus is het niet terecht. Blijft u even kijken, meneer Van Gol. Want we gaan kijken naar het goede antwoord nu. Ik ben in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Die gaf mij gelijk. Ik ben ten onrechte veroordeeld. Het antwoord is dus nee. Het antwoord is nee. En dat betekent een puntje erbij voor de kijkers. Die liggen voor op 3-1. En ja, toch maar even weer meneer Visser. Want u was de enige in het panel die het goed had. Zal ik u eens voorleggen wat de Hoge Raad heeft gezegd. Als een bevel tot een bloedproef wordt gegeven, dan zijn er eigenlijk twee partijen nodig. Een bevelgever en een bevelontvanger. En als een van die beide partijen ontbreekt, dan is er dus eigenlijk geen sprake van een bevel. Zozeer zag u dat ook? Ja, in zoverre dat mijn geachte medeleden natuurlijk wel gelijk hebben. Dronkenschap is geen, zoals we dat met duur woord noemen, disculpatiegrond. Maar er is een grens. En dat als iemand echt niet meer weet wat er gebeurt, dan is die op dat ogenblik, zou ik gaan zeggen, ziek. En dan is er wel degelijk een mogelijkheid om een bloedproef af te nemen. Namelijk, men neemt het bloed af. En als hij weer bij kennis is, dan vragen men hem alsnog. Geeft hij toestemming ja of nee? Zo zijn dat de is regels. Ook een mogelijkheid. Goed, ja. Dat is hier niet zo gegaan. Dat heeft ook een beetje te maken met de dienstdoende agent die de bloedproef heeft afgenomen. En daar staat ook in de reconstructie bij de Hoge Raad het nodige over. En vermoedelijk is hier ook een klein foutje gemaakt bij de tactiek om iemand tot een bloedproef te brengen. Maar feitelijk gesproken is dit de uitslag. De vijfde vraag tot slot. Een 15-jarige jongen verliest een hand aan de cirkelzaag. Hij werkte met instemming van zijn vader. Die stapte 2 jaar na het ongeluk pas naar de rechter en eist 35.000 gulden schadevergoeding. Wat zei de rechtbank in Zwolle? Wel of geen schadevergoeding, ja of nee? Eerst u thuis nu, mevrouw van der Holst uit Wassenaar. Ja. Dag mevrouw. Dag meneer. Ik denk dus dat het ja is, omdat de jongen zonder ervaring met een cirkelzaag in aanraking kwam. En natuurlijk heb je kans dat zijn hand eraf gezaagd wordt. En misschien heeft die vader wel helemaal niet geweten dat die jongen dat moest doen en dat die baas dat gewoon maar... Die vader heeft daar toestemming voor gegeven, hè? Ja, de vader heeft wel toestemming gegeven, ja. Maar toch, hè?
En ik ging pas twee jaar daarna procederen. Is dat niet een beetje laat? Nou, vind ik, ja, het kan misschien een beetje laat zijn, maar ik vind dat het nog moet kunnen. Ja, is uw antwoord. Mevrouw Hesse, wat concludeert het juristenteam op basis van deze vraag? Alle drie de deskundigen hebben deze vraag met ja beantwoord. Met ja beantwoord. En we besluiten dan in een prachtige eenstemmigheid. En wat het antwoord ook is, hiermee hebben de kijkers vanavond gewonnen. Of het nou één puntje is of twee, dat gaan we zo zien. Want nu komt het antwoord. Hoe luidt dat? Ik kreeg toch nog 35.000 gulden schadevergoeding. Het antwoord is dus ja. Kijk eens aan. Het antwoord is ja. Toch nog even naar de toelichting. Ik zal wat de rechtbank heeft besloten nog even toelichten wat de overwegingen waren. Volgens de arbeidswet van 1919, en er is een beschikking overheen gekomen van het ministerie van Sociale Zaken in 1973, mag een jeugdig persoon geen arbeid verrichten aan machines of werktuigen die een bijzonder gevaar opleveren. En een cirkelzaag valt daaronder. Ik neem aan, maar het is achteraf praat, dat het eigenlijk niet zo'n moeilijke zaak was. Meneer Visser, tot slot. Ik denk het ook niet. Ik zat eigenlijk even op een ander spoor. Want ik dacht, ja, vader kan er wel vrolijk zeggen voor zijn minderjarige zoon, hij hoeft geen schadevergoeding. Maar ik denk dat hij dat niet zomaar namens zijn zoon, hè, want hij treedt niet voor zichzelf op, mag zeggen. In elk geval niet zonder toestemming van een kantonrechter. En die had hij zeker niet gekregen. Mm-hmm. U oordeelt op dezelfde wijze? Nou, ik had wel een wat andere oordeel, moet ik eerlijk zeggen, dan de rechtelijke uitspraak. Want ik zag een aansprakelijkheid voor de werkgever onder alle omstandigheden in de situatie van het in een gevaarlijke situatie brengen. En ook al zegt je vader dan van nou, ik zie die niet zo heel erg, blijkbaar was die toch aanwezig. Ik dank u hartelijk. Daarmee is de uitslag bekend. De kijkers hebben vanavond gewonnen. Dat doe ik dan maar mede namens u. U bent geëindigd op slechts, nee, toch op twee puntjes. Want dat moet de stand bijwerken. Het is in ieder geval 3-2. Dat betekent de kijkers hebben ook nog een punt extra, hè? Je hebt ook een punt extra. Dan bijgerekt met 4-2. Dank u wel, mevrouw Hessing. Dat is dan de definitieve uitslag. Mevrouw Hessing, dan wil ik alleen nog even van u weten. Want vanavond hebben we dan iemand die heeft gewonnen, die een hotel gaat. Weet u wie het is? Ja, even kijken. Dat is meneer Top. En meneer Top die heeft vraag 3 beantwoord. Die krijgt een verwend weekend en staat dus niet aan het gevaar en het risico bloot van de cel 24 uur. Want we hebben eerder op de avond gezien hoe moeilijk het is om daar toch weer fris en vrij uit tevoorschijn te komen. Dames en heren, tot slot van dit programma vraag ik van uw kant te reageren. U kunt bellen, dat hebt u misschien al gedaan. U kunt komen met problemen van juridische aard, in uw eigen leven of omstandigheden. De telefoontjes mogen wat mij betreft doorkomen. Is er al iemand aan de telefoon? De heer Broen uit Winterswijk. Goedendag. Dag meneer Broen, zegt u het maar. Ik ben Broen. Ik heb een vraagje. Ik heb een paar weken gewerkt als vertegenwoordiger voor een bepaalde firma in de reclamebranche. Ja. Helaas heb ik nooit mijn salaris gezien. En na enkele weken heb ik maar eens een keer contact opgenomen met mijn beste baas, waar ik door ondertussen was ontslagen. Ik krijg van hem hierna krijg ik dus een brief en daar staat in dat de belasting, ja dat is misschien een beetje geschikt voor die man die daar bij u zit, die heeft beslag gelegd op het bedrag wat ze nog te goed hebben. Er lopen nog meer verplichtingen, staat er in de brief. En het bank- en girosaldo is nieuw. Dus de belasting ging voor op u? Ja, zo staat het in principe wel in de brief. Mm-hmm. En dan wil ik dus in principe vragen van, heb ik nog wat achter de hand in principe om toch nog aan het geld te komen? Want het is niet niks. Ik dank u hartelijk, meneer Broen. Meneer Van Heek, eigenlijk een zaak die vaker voorkomt. Mensen die ergens geld te vorderen hebben en dan tot hun schrik merken dat de fiscus voorgaat. Want die heeft dan meestal ook geld te goed. Ja, de fiscus heeft een zwaar privilege in dit soort zaken. Zo heet dat dan ook, gaat dus in vele gevallen voor. Overigens, het is uiteindelijk een vraag van civielrechtelijke aard. Niet zozeer van fiscaalrechtelijke aard, alhoewel het hele invoer... Maakt niet uit. Nee, akkoord. Maar zoals ik net al zei, naar mijn oordeel op dit moment gaat inderdaad de fiscus voor. En als er straks niks overblijft nadat de fiscus voldaan is, dan zal de heer Broen waarschijnlijk geen mogelijkheid hebben om zijn salaris alsnog te vorderen. Ik neem aan dat daar een curator is waarschijnlijk.
Ja. En dat in ieder geval de heer Broen zich dan bij die curator moet melden, waardoor hij dan op een wachtlijst komt en dan een bepaalde hiërarchie op die lijst wordt ingericht. Ja, waarbij hij dan, zoals dat heet, behoorlijk onderaan terecht komt. Niet zo'n preferentie heeft als de fiscus, ja, niet zo vooraan staat. Zijn er nou nog meer van dat soort instellingen? Misschien weet u dat, meneer Visser. Behalve de fiscus die voorgaan boven burgers die wat te vorderen hebben. Nou, de bedrijfsvereniging zal ook voorgaan, ik zal maar zeggen, van de premies. Hè? Maar misschien is het toch nog een lichtpuntje voor meneer, even aannemen dat er nog geld is. Namelijk dat zijn vordering, zijn salarisvordering, dat daar wettelijke rente over loopt, maar niet enkel dat. Als er genoeg geld is, hij ook nog recht heeft op 50% verhoging. 50% wegens te late betaling van het loon. Het kan oplopen tot 50%, maar uit het verhaal neem ik aan dat die grens inmiddels wel is bereikt. Meneer Visser, dat gaat alleen op als er natuurlijk nog geld is. Als er nog geld is, want van de kale kikker kun je niet plukken. Dank u hartelijk. Mevrouw van Gessel uit Den Haag. Ja, goedenavond, meneer Bom. Zegt u het maar. Het probleem is dit. Een aantal maanden geleden kregen wij per post een bekeuring thuis. Het betrof een verkeersovertreding die met onze auto gemaakt zou zijn. Ja. Ik wist zeker dat dit niet kon. Ik had een bezwaarschrift ingediend, maar er werd afwijzend op gereageerd. Nu is mijn vraag deze. Ik hoorde van een kennis dat het weinig zin had om ermee door te gaan, omdat ik in een welis niet een situatie terecht zou komen. Mm-hmm. En dan trekt de burger altijd aan het kortste eind. Wat was het voor een ongeluk? Het is geen ongeluk, het is een verkeersovertreding geweest. Verkeerd voorsorteren. Ik ga de vraag voorleggen aan de heer Koster. Het probleem is, ik wil gewoon weten of je altijd aan het kortste eind trekt. Als er geen getuigen verder zijn, dus geen foto's gemaakt en zo. Hartelijk dank. De vraag u duidelijk? Ja hoor. De vraag is heel erg duidelijk. Het is een klassiek probleem. Uit de vraag begrijp ik dat mevrouw, althans dat haar auto op kenteken, althans een auto met haar kenteken is bekeurd. En mevrouw vraagt of het zinloos is om daarmee door te gaan. Ik denk dat het zo is dat waar het kenteken is genoteerd, in elk geval op haar de plicht rust, in elk geval aannemelijk te maken dat het haar auto niet geweest kan zijn, bijvoorbeeld, dat die auto voor haar deur stond en, met getuigen erbij. En dan is er wellicht een kans, maar het gaat erom om de rechter te overtuigen. Daar gaat het om. En als je enkel komt zeggen van niet is wel eens, dan ligt het voor de hand dat de rechter toch de politie gelooft. Dit is in het geval van een overtreding, maar nu van een ernstig ongeluk. Wanneer er van een misdrijf sprake is, dan kan het toch niet zo zijn dat de eigenaar van de auto wordt veroordeeld als iemand anders erin heeft gereden. Uit de vraagstelling begrijp ik dat het om een klein verkeersdelict gaat. En daar is op tegenwoordig wat we dan noemen de wet Mulder van toepassing. En daar gelden andere regels voor. Maar voor misdrijven heeft u gelijk. Dan zal je toch moeten bewijzen. Hartelijk dank. Meneer Visser, meneer Koster, meneer Van Eek, hartelijk dank. Dames en heren, thuis. Ik rond af en zeg de gasten hier in de studio, mevrouw Hessing en ook de bode, publiek. Dank voor de medewerking, want er bestaan heel wat Feyenoord-supporters. En die krijgen aansluitend op het programma vanuit IJsland antwoord op andere vragen over recht en onrecht. Ik begroet u graag weer volgende week woensdagavond als toeschouwer of deelnemer bij Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Tot dan.